Het Songfestivalavontuur van Joost Klein in Malmö is dan eindelijk officieel begonnen. De Nederlandse delegatie vertrok deze maandag naar Zweden, waar deze week ook de eerste repetities plaatsvinden. Ja, Songfestivalverslaggever Richard van der Krommert. Vanochtend, dus we nemen dit op maandagochtend, vertrok Joost Klein naar Zweden. Hij gaf interviews aan de toegestroomde Nederlandse pers. Ja, dat ging ongeveer zo. Je neemt heel veel koffers mee. Hoeveel heb je er? Twee. Ik heb twee koffers. Oké. Wat zit er allemaal in? Te veel kilo van inhoud. Ja, dat is ook mijn ochtend. Weet je, dat is veel te vroeg voor dit. Hallo. Maar heb je... Nederland, hey! Jullie zijn ook allemaal naakt. Waarom is iedereen hier naakt? Dat soort nieuw beleid. Ik heb geen wapens bij me, geen drugs bij me en heel veel baby wipes. Ja, ik weet niet of collega Max van den Broek die dit gefilmd heeft naakt was. Heb jij er iets over gehoord? Ik hoor nu ook voor het eerst dat hij dit zegt. Moet ik ja, serieus. Ja. Wat vind je ervan? Want het is wel weer typisch Joost Klein. Hè? Ik zag hem daar ook met Govert Meijten aankomen. Die had er zo'n bril op. En het hoort allemaal maar bij die acting. Ik denk, ja, tegelijkertijd denk ik, er komt echt geen zinnig woord uit deze ochtend uit Joost Klein. En ik denk dat nu voor hem ook voor het eerst echt de zenuwenparten gaat spelen. Oh. Ja, dat, weet je, het is toch heel spannend. Hij droomt hier echt al 15 jaar van, of zo ongeveer. Ja. Van, ik wil naar het Songfestival, het gaat nu eindelijk gebeuren. Ja, dat ga je wel voelen als je zo'n aanloop hebt gehad. Maar dit is wel leuk, of vind je dat hij op een wat volwassener manier rustig interviewt moet geven? Nou ja, je zag hem dezelfde grappen maken tijdens Eurovision in Concert. Dat is kennelijk ook een beetje het maniertje van hem. Ja. Maar veel wijzer worden we er niet van. Nee, nou, als jij hem gaat spreken, want jij gaat donderdag natuurlijk ook, dan zul je ongetwijfeld twee hele diepgravende interviews met hem kunnen doen. Dat zou wel gaaf zijn. Ja. Ik weet niet of het mogelijk is met hem, maar ik zou dat wel heel erg leuk vinden. Ja. Dat Europapa in Nederland een van de populairste songfestivalnummers ooit is, dat kun je wel stellen als je naar Koningsdag kijkt. Hoe vaak heb jij hem gehoord? Nou, dat is ontelbaar. Ik woon in de Jordaan en ongeveer elk kwartier kwam hij voorbij. Het is ongekend, die populariteit. En ook in de Jordaan is het café De Blaffende Vis. Dat ken je waarschijnlijk. Ja, zeker. Met een enorme stellage tegen de gevel. Waarin dit keer gewoon koning Willem-Alexander als Joost Klein stond afgebeeld. En Maxima als een echte gabber. Met heel veel kleine leuke dingetjes erin. Ja, dat was superleuk gedaan. Fantastisch. Dus hier is de ster tot extreme hoogte gestegen. Ongekend. De vraag hoe die het, Richard, uiteindelijk in Zweden gaat doen. Als je naar de boekies kijkt, dan is het toch een beetje op die derde plaats hangen. Dit is maandagochtend om 12 uur. Ja, nou, ik dacht eigenlijk dat we wel richting die tweede plek zouden gaan. Wat is er gebeurd? Nou ja, vanaf het moment dat de repetities beginnen, dan zie je het constant bewegen. Als je elk uur, bijvoorbeeld stel je voor, je gaat elk uur naar die boekies kijken, dan gebeurt er elk uur wel wat. Omdat ze constant aan het gokken zijn, de repetities zien, tenminste de schamele beelden die vrijgegeven worden, die worden toch als een gek geanalyseerd en uitgeplozen. En aan de hand daarvan worden weer wetjes ingezet. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel. En kijk, als ik... Nederland staat gewoon derde, jongens. Ja, en een week geleden stonden we op 12% en nu op 14%, zie ik. Ja, maar Kroatië, die erboven staan, die hebben de eerste repetitie al wel gehad. En dat heeft hun positie wel versterkt, volgens mij. Nou, op 17% en vorige week stonden we bij Kroatië op 18%. Oh, oké. Okay. Dus die zakken weer ietsje terug, maar ze hebben echt geleverd voor een titelkandidaat. En vergeet niet, Nederland staat nog wel derde en behoorlijk sterk op een derde plek van de 37 landen die meedoen. Hè? Ja, en als je al kijkt naar de YouTube-streams, dan is het natuurlijk ongekend wat de Joost Klein doet. De beelden worden ook op TikTok verspreid. Dinsdag inderdaad Joost Klein zijn eerste repetities. Die TikTok-beelden, is dat nieuw eigenlijk dat het Songfestival dat doet? Dat werd vorig jaar ook al gedaan. En het jaar daarvoor, dan kon je als journalist gewoon nog bij de tweede repetitie zitten. Bij de eerste repetitie werden ook alleen maar korte filmpjes via YouTube of TikTok. Nu is het TikTok geworden gedeeld. En die filmpjes worden echt massaal bekeken. Massaal. Ja. En dat speelt dan ook weer mee bij de boekmakers. En het geeft ook aan, kijk, Kroatië is nu geweest. De reactie van de boekmakers op Kroatië is nu ook wel verwerkt in de cijfers bij de boekmakers. Nederland moet als 31ste van de 37 landen repeteren. En zit dus eigenlijk achteraan in de rij. We gaan met z'n allen kijken wat er gebeurt bij die boekmakers als dinsdagavond rond een uur of 8 de eerste beelden van de repetitie van Nederland heel vrij worden gegeven. Een beetje een indruk van hoe dat er allemaal uit gaat zien. Er zijn dus al wel repetities geweest, ook van Finland volgens mij. En daar zit een Nederlands detail aan. Yes. Ziet er wel heel spannend uit dit. Natuurlijk vorig jaar ook een enorme act die ze hadden, werden ze tweede. Wat vind je hiervan? Ja, het is een waardeloos nummer, jongens. Het is echt waardeloos. Ja, heel goed, ja.
Maar ik snap het wel. Het zal de halve finales, voor wie doorgaat naar de finale, dat wordt alleen beoordeeld door de tv-kijkers. En ik vrees dat, ik eerlijk gezegd, want het is echt geen sterk lied, ik vrees dat dit gewoon naar de finale gaat. Ja, en de Nederlandse danser zit er dan. Ja, er zit een Nederlandse danser bij die vorig jaar ook met Finland meedeed. En dus een goede songfestivalervaring heeft. En toen met Finland inderdaad gewoon tweede werd. Hè? Ja, nou vertrek jij met collega Max van den Broek en het Nederlandse Shania op donderdag naar Zweden. Ja. Opvallend genoeg staat er dan juist hier een protest gepland op het Mediapark tegen Afrotros, die natuurlijk het songfestival uitzendt. Wat is daar de achtergrond van? Nou ja, er zijn heel veel protesten geweest. We hebben het natuurlijk ook hier al een paar keer over gehad. Mensen zijn het er niet mee eens dat Israël meedoet dit jaar aan het Songfestival. En Joost Klein heeft al een brief van een groep kunstenaars ontvangen van trek je terug. En er zijn meer mensen die ontevreden zijn met de deelname van Israël. Ja. En ze mogen protesteren, ook bij de Afrotros voor de deur. Want ze zeggen, zend het dan maar beter niet uit als Israël meedoet. Verwacht je daar ook nog eigenlijk veel onrust op dat protestvlak? Nou ja, ik denk bij het kantoor van Afrotros zal slechts een handvol demonstranten staan. Maar in Malmö zijn echt wel wat demonstraties aangekondigd. En die zullen best groot zijn. Ja, zullen we het even over de punten hebben? Want heb je enig idee wie dat voor Nederland gaat doen? Mia en Dion, gaan die niet de punten uitreiken na hun toch enerverende ervaring? Nee, ik zou het op zich oké vinden. Het is een beetje traditie geworden dat in Nederland de artiest die vorig jaar deelneemt de punten uit gaat delen, voor de jurypunten dan uitdeelt. En wie dat dit jaar wordt, ik heb werkelijk geen idee. Hmm. Ik heb wel begrepen dat zowel Mia als Dion het niet zullen zijn. En wie ze nu hebben uit de hoge hoed gaan toveren, ik weet het niet. Waarschijnlijk wordt dat woensdag bekend, schat. Heb je voorkeuren? Emma Wortelboer? Mag het van mij zo weer doen. Oh ja, serieus? Vond je dat wel mooi, dat hysterische gegil toen Duncan Lawrence won? Het heeft gewoon een nummer 1 positie opgeleverd als ze dat weer gaat doen. En ze zit natuurlijk ook gewoon in de videoclip van Europapa. Hè? Ja ook zo. Dan nog even om me rond te krijgen. Dinsdag hebben we repetities. Donderdag dan gaan jullie. Vrijdag gaat Joost Klein weer. En dan volgende week, donderdag, heeft hij zijn halve finale. Ja, klopt helemaal. Op Hemelvaartsdag. Gaat hij nog steeds winnen? Wat mij betreft wel. Oké, Richard, dankjewel.